In deze laatste aflevering bezoeken we onder andere de Graftuin in Jeruzalem en de Paternosterkerk op de Olijfberg, waar het Onze Vader in meer dan 170 talen is aangebracht. En we eindigen deze serie aan de oever van de Jordaan om voor eens en voor altijd te begrijpen hoe God in Christus naar ons kijkt. Welkom bij de Zeven Wonderen in Jeruzalem. Op dit kruisbeeld hier boven mij wordt getoond hoe Jezus na de kruisiging met een spier in zijn zij doorstoken werd. Zoals Zacharia geprofeteerd heeft. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik weet niet of jij er wel eens over nagedacht hebt. Waarom doorstak die Romeinse soldaat met zijn spier het lichaam van Jezus, terwijl er staat geschreven dat hij zag dat Jezus al gestorven was? Wat had het voor zin om Jezus zij te doorsteken als hij toch al gestorven was? Net als de kroning met de doornen kroon vond het doorsteken van Jezus zij niet per ongeluk plaats. God inspireerde deze Romeinse soldaat om de zij van Jezus te doorboren. Om ons duidelijk te maken wat het zevende wonder van het kruis voor ons betekent. Op het moment dat een van de soldaten zijn spier in de zij van Jezus stak, kwam er water en bloed uit, net als bij een geboorte. Toen het water en het bloed uit het lichaam van Jezus stroomden, was dit dan ook het teken van jouw wedergeboorte. Jezus bracht aan het kruis een nieuwe generatie van kinderen van God voort. Jezus verwees hiernaar toen hij vlak voor zijn sterven tegen zijn discipelen zei in Johannes 16... Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Door het wonder van het kruis heeft Jezus een heel nieuwe mens voortgebracht. Zoals God Adam in slaap bracht en uit zijn zij een nieuwe mens schiep, Eva, zo vormde God een nieuwe mensheid uit Jezus. Daarom sprak Jezus vlak voor zijn sterven over de barensweeën van een vrouw die, wanneer het kind er eenmaal is, niet meer denkt aan de pijn, omdat ze blij is dat ze een nieuw mens ter wereld heeft gebracht. Dezelfde gedachte lezen we in Hebreeën 12, vers 2, waar staat: Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Jezus heeft de lange lijdensweg kunnen verdragen, omdat hij ons al die tijd in gedachten had. Jezus heeft aan het kruis kunnen volharden, omdat hij stevast onze redding voor ogen had. Wij waren de vreugde die voor Jezus in het verschiet lag. Jezus wist dat wij door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgen om een kind van God te worden. Toen Jezus stierf van het kruis, riep hij dan ook uit: volbracht. Dit woord komt in het Hebreeuws van de stam kalal. Maar wist je dat het Hebreeuwse woord voor bruid, kalach, van dezelfde stam komt? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht gedacht heeft aan de bruid voor wie hij deze prijs betaalde? Je was al in zijn hart. Waarom dan ook niet op zijn lippen? Ik ga op weg naar de zogenaamde Graftuin. Toen de Britse generaal Gordon in 1883 naar Jeruzalem kwam en naar eigen zeggen Golgotha ontdekte, ging hij ook op zoek naar het graf van Jezus. Enkele jaren later vond hij vlakbij het vermeende Golgotha een graf, uitgehouwen in een rots.
Christenen in Engeland richtten vervolgens de Graftuinassociatie op en kochten de grond met als doel om op deze plek Jezus' dood en opstanding te verkondigen. Ofschoon de Graftuin vermoedelijk niet de echte locatie van het graf van Jezus is, helpt deze plek ons wel om de opstanding van Jezus voor te stellen. Het is een prachtige plaats om te overdenken waarom Jezus voor ons is gekruisigd en is opgestaan. In de Bijbel staat dat Jozef van Arimathea en Nicodemus toestemming kregen om het lichaam van Jezus van het kruis te nemen en te begraven. Met grote voorzichtigheid probeerden ze de spijkers uit de handen en voeten van Jezus te verwijderen. Ze namen zijn zwaar geschonden lichaam in hun armen, waardoor ze zelf onder zijn bloed kwamen te zitten. Door een kroon die tot diep in de huid van zijn hoofd was doorgedrongen, probeerden ze zo goed als het kon te verwijderen. Jozef en Nicodemus droegen het lichaam van Jezus naar een tuin als deze, niet ver van de plaats waar Jezus was gekruisigd. In deze tuin had Jozef in de rotsen een graf laten uithakken. Hierin werd het lichaam van Jezus gelegd. Ze rolden een grote, ronde platte steen voor de ingang van het graf en gingen naar huis. De Farizeeën vroegen Pilatus de steen voor het graf te verzegelen en of hij er ook niet een aantal soldaten bij op wacht wilde zetten. Voor de volgelingen van Jezus brak het droevigste paasfeest aan dat ze ooit gevierd hebben. Tijdens de uittocht uit Egypte ging de deur naar de toekomst wijd open. Nu ging die deur met de kruisiging van de Messias dicht. Tenminste, dat dachten ze. Op zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, gingen een viertal vrouwen naar het graf. Onderweg vroegen ze zich af hoe ze ooit die zware steen voor de opening konden wegrollen. Maar toen ze bij het graf aankwamen, ontdekten ze dat de steen al weg was. Toen ze naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van Jezus er niet meer was. Plotseling waren er twee engelen bij hen, in blinkende kleren. De schrik sloeg de vrouw om het hart. De ene engel zei tegen hem: jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is, maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals hij had gezegd. Kom maar kijken waar hij heeft gelegen. Ga nu vlug aan zijn discipelen vertellen dat hij uit de dood is opgestaan. Hevig geschrokken, maar vol blijdschap holden de vrouwen weg om de discipelen te vertellen wat de engel had gezegd. De dood kon Jezus niet gevangen houden. Jezus is opgestaan. Het is precies zo gegaan als hij van tevoren gezegd had. Na zijn opstanding bracht Jezus 40 dagen met zijn discipelen door en sprak hij met hen over het koninkrijk van God dat komen gaat. Heel bijzonder is dat de Bijbel zegt dat er een persoonlijke ontmoeting met zijn halfbroer Jacobus plaatsvond, waardoor Jacobus eindelijk tot geloof is gekomen. Tenminste 15 keer verscheen Jezus aan zijn discipelen. Ze mochten hem aanraken en hij at voor hun ogen een stuk gebakken vis. De apostel Paulus schrijft dat er zelfs een moment heeft plaatsgevonden dat Jezus aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk is verschenen, waarvan de meeste nog in leven waren toen hij dit schreef. Hij gaf hiermee aan dat iedereen de historische betrouwbaarheid van Jezus' opstanding kon controleren. 1 of 2 ooggetuigen kun je misschien negeren, maar 500 of meer? De discipelen predikten het nieuws van de opstanding in Jeruzalem. Als ze een fabeltje hadden verkondigd, dan waren ze al na 1 dag door de mand gevallen. Iedereen kon immers zelf naar het graf van Jezus toe gaan en zien dat het graf leeg was. Het was juist Jezus' opstanding die zijn volgelingen de moed gaf om ondanks de zware vervolging de hele wereld over Jezus te vertellen. Al kostte het hun leven. Dezelfde Heilige Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, kan door het wonder van het kruis nu in ons komen wonen. Zo'n 600 jaar voor Christus profeteerde Ezechiël
dat wij door te geloven in het wonder van het kruis een nieuw hart en een nieuwe geest zouden ontvangen. Hij schreef: ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Door het wonder van het kruis klopt het hart van Jezus nu in ons en woont de geest van Jezus nu in ons. De geest van Jezus gaat nu het leven van Jezus in ons leiden. Hij helpt ons te leven zoals Jezus leefde. Lief te hebben zoals Jezus lief had. Te spreken zoals Jezus sprak. En te geloven zoals Jezus geloofde. Het is zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Om te begrijpen wat het betekent dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn, ga ik naar de Pater Nosterkerk, letterlijk vertaald de Onze Vaderkerk, bovenop de Olijfberg. Op deze plek zou Jezus het Onze Vader uitgesproken hebben. De kerk is vooral bekend geworden om de betegelde panelen met het Onze Vader in meer dan 170 verschillende talen. Hier op de Olijfberg liet de moeder van keizer Constantijn in 325 na Christus deze kerk bouwen. Een kerk waar christenen de hemelvaart van Jezus konden herdenken. Het gebouw raakte echter in verval, maar in de middeleeuwen herbouwden de kruisvaders de kerk en noemden haar Pater Noster, onze vader. Want volgens de traditie is dit ook de plek waar Jezus zijn discipelen het onze vader leerde. Na de kruisvaderstijd raakte de kerk opnieuw in verval. Pas in de 19e eeuw werd op deze plaats dit achterliggende klooster gebouwd. En in 1920 vond de eerste steenlegging plaats van een nieuwe kerk. Helaas zijn ze, zoals je ziet, nooit verder gekomen dan het altaar, het koor en de onderkant van een pilaar. Eigenlijk bezoeken we dus een kerk die nog helemaal niet af is. En daarmee is deze plaats voor mij het symbool van de kerk van Jezus Christus, die al 2000 jaar oud is, waar nog altijd aan gewerkt wordt en die nog steeds niet af is. Maar jij bent ook nog niet af. En toch ziet God jou in Christus als volmaakt. En dat wil ik je graag uitleggen. Dit is een prachtige plek om nog eens stil te staan bij wat de zeven wonderen van het kruis voor ons betekenen. Door het wonder van het kruis heeft God onze zonden van ons weggenomen, ons verlost van de aanklacht van de boze, ons geweten gereinigd, ons genezen, ons bevrijd en heeft Hij ons met zichzelf verzoend, zodat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Maar wat betekent het als Paulus zegt dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden? De uitdrukking in Christus wordt door andere Bijbelvertalingen vertaald als één met Christus of in eenheid met Christus. Wie je bent in Christus betekent dat jij je één mag maken met Christus. Paulus zegt zelfs dat God je roept om één te zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Dit begint aan de voet van het kruis. Hier heeft Jezus zich eerst één gemaakt met jou en je zonde, waardoor jij je nu één mag maken met Hem en zijn heiligheid. Je maakt je één met Christus door aan de voet van het kruis je zonde te belijden. Door je schuld en geloofsbelijdenis maak je je één met Hem. Zo belijd je dat je in Christus bent meegekruisigd. God neemt al je zonde van je weg en Jezus neemt je mee in zijn opstanding om in Hem op te staan als een nieuwe schepping. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou bij Hem ingelijfd. In Christus zijn betekent dat je in de ogen van God een onverbrekelijke twee-eenheid met Christus bent geworden. Hij is in jou en jij bent in Hem. Daarom ben je bijzonder waardevol in Gods ogen. God kijkt naar jou zoals Hij naar Jezus kijkt. En Hij houdt van jou zoals Hij
van Jezus houdt. Paulus zegt het zo. U bent allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met Jezus Christus. Dat is het geheim van in Christus zijn. Vanaf nu ziet God je altijd in eenheid met Christus. In eenheid met Christus heeft God je goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. De Bijbel noemt dat rechtvaardig zijn. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5, vers 21... God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat we door hem rechtvaardig voor God konden worden. Waarschijnlijk vind jij jezelf nog lang niet af. Net als deze kerk, die nog steeds niet af is. Door het wonder van het kruis ziet God jou nu altijd alleen nog maar in Christus. In Christus ziet hij jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en zelfs volmaakt. Omdat Christus rein is, ziet God ons nu in Christus als rein. Omdat Christus heilig is, ziet God ons nu in Christus als heilig. En omdat Christus rechtvaardig is, ziet God ons nu in Christus ook als rechtvaardig. En ja, omdat Christus volmaakt is, ziet God ons nu in Christus ook als volmaakt. En dit betekent niet dat jij nog je best moet doen om rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt te worden. Nee, in Christus ziet God je al als rechtvaardig, rein, heilig en volmaakt. Omdat je een onverbrekelijke eenheid bent geworden met Jezus Christus. Dit is het geheim van in Christus zijn. God heeft je in Christus geplaatst. En hij ziet de uitmuntendheid, schoonheid en volmaaktheid van Jezus als hij naar jou kijkt. Daarom kan hij zijn ogen niet van je afhouden. Durf jij te geloven dat God zo naar je kijkt? Je mag het als een bijzonder geschenk aannemen en het je helemaal gaan toe-eigenen. Om nog beter te kunnen begrijpen wat het betekent wie we zijn in Christus, pakken we onze spullen op en gaan op weg naar het zuidelijkste puntje van het meer van Galilea. Op de plek waar de rivier de Jordaan het meer verlaat, bevindt zich de doopplaats Yardenit. Hier laten elke dag honderden mensen vanuit de hele wereld zich dopen. Het is een prachtige plek om nog eens te laten zien hoe God naar ons kijkt als wij in Christus zijn. We zijn hier bij een van de doopplaatsen aan de oever van de Jordaan. Net als in de Paternoster Kerk op de Olijfberg vind je hier een muur, de zogenaamde Wall of Life, bedekt met panelen waarop de volgende tekst uit Markus 1 in vele talen is afgebeeld. Er staat: in die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Wat maakt dit verhaal zo bijzonder? Wel, op de dag dat Jezus gedoopt werd, hier in de Jordaan, was hij 30 jaar oud. Volgens Joodse traditie vond op 30-jarige leeftijd een bijzondere ceremonie plaats. Het was de leeftijd waarop de oudste zoon in de familie het zoonschap werd toevertrouwd. Een vader boog zich dan over zijn zoon en zei dezezelfde woorden: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Met deze woorden werd de oudste zoon als stamhouder bevestigd en ontving hij de verantwoordelijkheid als eerstgeborene die hierbij hoorde. Het is vrijwel zeker dat Jozef deze woorden nooit over Jezus heeft kunnen uitspreken. Hij was tegen die tijd al gestorven. Maar nu hoort Jezus deze woorden uit de mond van zijn hemelse vader. Jezus, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Woorden die Jezus diep geroerd zullen hebben. Maar weet je, in Christus sta ik nu ook in de Jordaan en zegt God dezelfde woorden ook tot mij. Jij bent mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in jou. En deze woorden raken mij hier, op deze bijzondere plaats.
jij al ontdekt wie je bent in Christus. Door je eenheid met Jezus sta jij ook in de Jordaan. En zegt God nu dezelfde woorden tegen jou. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Hoor je dat? Hij noemt jou niet alleen maar zijn kind. Hij noemt jou voor altijd en eeuwig zijn geliefde kind. Dat is waar het in de zeven wonderen van Jeruzalem om gaat. Door het wonder van het kruis gaat de hemel voor je open. En hoor ook jij de stem van de Vader. Jij bent mijn geliefde kind. God kijkt naar jou zoals hij naar Jezus kijkt. En hij houdt van jou zoals hij van Jezus houdt. In Christus heeft hij je goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind. Je bent gewenst, gewild en innig geliefd. Laten we hier aan de oever van de Jordaan God danken voor de zeven wonderen van het kruis. Bid samen met mij het volgende gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat ik door de zeven wonderen van het kruis opnieuw geboren ben en mag ontdekken wie ik nu ben in Christus. In Christus ben ik een nieuwe schepping geworden. Het hart van Jezus klopt nu in mij. En de geest van Jezus woont nu in mij. U kijkt nu naar mij zoals u naar Jezus kijkt. En u houdt van mij zoals u van Jezus houdt. In eenheid met Christus hebt u mij goedgekeurd en aanvaard als uw geliefde kind. Ik ben gewenst, gewild en innig geliefd. Dank u wel voor zoveel genade. Amen.